Goedemiddag, de wekelijkse kaartlegging van maandag 8 oktober. Dit keer gebruik ik de orakelkaarten van de zeemeerminnen. Nou, als ondersteuning heb ik een paar schelpen neergelegd die wel heel mooi zijn. Gevonden, gekocht, doet er niet toe. De orakelkaarten zijn dit keer ook weer van Lucy Cavendish. Ik heb er al twee gebruikt. Een Kotick-serie en van de Fairies. En nou dus de orakelkaarten van de zeemeerminnen. Ik moet zeggen, Lucilie maakt altijd hele bijzondere kaarten. Buiten dat ze dit soort kaarten maakt, is ze ook een schrijfster. Ze heeft ook één boek uitgebracht. Nou, ik heb hier de kaarten liggen voor deze week. En dan zullen we eens kijken wat de maandag te vertellen heeft. Nou, voor de maandag heb ik waarzegging. Nou, profetie, lot, bestemming, toekomstig geluk. Ja, dat is een hele moeilijke kaart. Want je maakt natuurlijk geen waarzegging. Maar deze kaart geeft wel een beetje aan dat je moet werken voor je toekomstig geluk. En ook al denk je dat het lot jou negatief beïnvloedt, zie altijd de positieve kanten van. Het zijn levenslessen wat we hebben. Dus ook morgen krijg je weer een levensles. Maar weet dat die weg, die levensles, jou op de weg brengt naar een toekomstig geluk. Of dat nou in een relatie is, werk, huis, financiën, dat maakt niet zoveel uit. Maar zij leidt jou wel naar je toekomstig geluk. Voor de dinsdag heb ik hier ontvankelijkheid. En dat staat bij, sta jezelf toe om te ontvangen of om te geven. Als ik naar mezelf kijk, ik geef liever dan dat ik dingen krijg. Maar ook dat zullen meer mensen zijn. Probeer overmorgen eens te kijken van, die kan misschien een kleinigheidje van me hebben. En die geeft mij misschien een cadeautje, laat ik het accepteren. Dus wees bereid om te ontvangen, maar wees ook bereid om te geven. Voor de woensdag komt goddelijke sensualiteit. Wij zijn allemaal, man of vrouw, zijn we sensueel. En accepteer dat. En weet dat dat, als je dat accepteert, dat je dat ook uitstraalt. En sensueel hoeft niet altijd iets met vrije of seks te maken te hebben of erotisch. Maar ook, ieder mens is sensueel, ook qua uitstraling. Voor de donderdag komt afscheid van de maan. Waardeer en geniet van het maanlicht en de cycli van de maan. Dat houdt eigenlijk in van, ja, laat je meedrijven op de cycli van de maan. Je hebt volle maan. Dan kun je heel spiritueel worden. Je hebt ook afnemende maan. Dan komt je leven weer een beetje in een vaarwater. Dus net zoals de cyclies van de maan. Je hebt hoogtepunten, maar je hebt ook dieptepunten. En daaromheen, daartussen, heb je de andere soorten dingen. Voor de vrijdag krijg je opdrift, loslaten, een hogere kracht toestaan om een poosje de leiding te geven. Nou, dat laatste, dat is heel spiritueel. Ik heb het al eens vaker gehad, dat je soms oude dingen moet loslaten. Deze kaart die bevestigt het ook. Laat dingen los, laat het verleden rusten. Haal niet constant oude koeien uit de sloot, maar zorg ervoor dat je het los kunt laten. Verbreek bepaalde banden misschien. En zo krijg je ook meer spiritueel inzicht. Voor de zaterdag hebben we energieveld afstemmen, reiniging van je aura en je gezondheid. Soms eten wij te veel, krijgen we te veel voeding binnen wat niet goed voor ons is.
waar veel chemische spullen bij gebruikt zijn. Probeer eens één keer in een week misschien geen vlees te eten. Of één keer in de week ook wat biologischer te gaan eten. En dan zul je merken dat jouw energiepeil weer omhoog komt. Je lichaam wordt gereinigd. Er zijn mensen die lassen ook wel eens een dag vasten in. Dat is voor ieder. Ieder moet dat doen wat zij of hij het prettigste vindt. Maar zorg ervoor dat je op zo'n manier je energieveld, je lichaam een beetje reinigt. En dan zul je zien dat je gezondheid ook weer met sprongen vooruit gaat. Dus niet zo vaak koffie drinken. Thee, liefst groene thee, want dat is het meest zuivere thee wat er is. Nou, en dan voor de zondag, kwetsbaarheid. Open je hart, sta jezelf toe om teder te zijn. Ja, deze is heel mooi. Deze wil eigenlijk zeggen, stel je eens kwetsbaar op. En heb je in het verleden negativiteit ontvangen van iemand, omarm die iemand nu, die persoon nu, stel je hart open. Dat doe je niet voor de andere persoon, maar doe je wel voor jezelf. En dan kun je je kwetsbaarheid ook tonen aan mensen die je pijn hebben gedaan. Laat dat een keer zien. En zeg niet van, oké, het is goed. Dankjewel voor het kijken.